ben een man die altijd op de grens zit van laan en water. Dus ik mag heel graag bij de zee wijzen. En ook in het laan hier ben, in het polderlandschap, daar ren ik altijd langs een sleer. Dus ik moet altijd het water zien. Omdat het lucht op het water, de reflecties, dat fascineert me enorm. Vooral het zinlucht, daar ben ik een fan van. En ik ben prot op de Waadeiland. Vlieland is een heel favoriete plek voor mij. Ik maak je eigenlijk schilderijen op doek in een aparte techniek, eye tempera. Dat wil zeggen dat ik mijn pigmenten zelf meng met aaien. En dus ik maak je mijn eigen verf. En ik liet me vooral inspireren door het landschap, maar dan zodanig dat ik eigenlijk een soort synthese teweeg breng tussen wat ik zoog in het landschap en wat ik viel en ervaar. En dan ging ik intuïtief al op een soort innerlijk beeld. Ik zal nooit zeggen wat het is, want het schilderij is een schilderij. En het is op zich net meer dan een schilderij. Dus het is een combinatie van allegeer verfpartijen die op zodanige manier rangschikt binnen in zo'n kleurskakering dat het me die schop onder de kont zelf bij jou. En daar zag ik om. Nou, ik denk, als ik iets opbrengen wil, dan is het de energie. Want ik viel me heel bevoorrecht omdat ik bijna altijd inspireren ben. Ik ben me juist betiefd van bed en ik kan het wachten om hier te beginnen. En dat je daarin, daar uit zijn. Dat is iets, ja, dat is een geschenk. En ik hoop dat ik dat opbrengen kan. Riet hotel in the middle of nowhere. Mij onder een nomadische moine. Ien jeepte voor dat huis burgert. Always ready op kwaske stier. Ik ben Bartelt. En ik woon in Ljusens. In het Fries Ljusses geheten. En dit is mijn werkruimte. Ik schilder al 30 jaar. Met olieverf hoofdzakelijk. De meest gebruikte techniek. Aquarel, pastel, inkt en krijt. Dat is het wel. Het was op een voorjaarsdag eens. En toen bloeide de perenboom. Dat is een heel klein boompje. Een lullig boompje, dat kan je hier wel een beetje op zien. Ja. In een moestuin. En toen ging ik buiten zitten schilderen. Je ziet ook wel, het zijn echt voorjaarskleurtjes. Het zit heel dicht bij de werkelijkheid, als het ware. Nou, zo'n schilderij, dat geeft me dan niet helemaal voldoening. Dat is niet genoeg. Dus toen ging ik naar binnen toe. Ging ik op een groot doek, ging ik ook een perenboom schilderen. En dat kreeg een hele andere lading natuurlijk. En dat is dan een boom. En dan ga je helemaal je intuïtie volgen, dan ga je helemaal vrij, laat je schilderij ontwikkelen, zeg maar. En dan wordt het wat. Je moet een idee hebben, een aanleiding hebben om het witte doek te lijf te gaan. Je moet een idee hebben, je gaat niet zomaar wat doen. Dus je hebt een idee en dat idee komt dan uit mijn omgeving. Het kan een geit zijn of een auto, een landschap. En vervolgens ga ik dan aan de slag en dan kan er iets heel anders gebeuren. En eigenlijk is dat ook wel wat ik wil. Het moet voor mezelf een verrassing zijn.
Waarom uit de boeren en zijn schimmer maar bugel, trompet of heger nog, vjouwe vingers in voele moele. Mijn werk is in het beginsel figuratief, dus dat betekent dat het herkenbaar is. En ik haal de dingen die ik schilder en teken uit mijn directe omgeving. Dus ik kijk gewoon uit het raam en ik zie daar bomen en die schilder ik dan. En dan vooral, ik kijk niet zo, concentreer me dan niet op de bomen, maar dan op de schaduwen die in het landschap ontstaan door het zonlicht. En ik kijk ook naar het kleine, dus dat houdt gewoon in dat je naar stillevens kijkt en dan vooral kopjes en schoteltjes. Dat vind ik de laatste tijd heel erg mooi. Jouw mij, heren van een bed. En liet mij scher. En liet mij scher. Ik wil grip krijgen op de wereld een beetje. Ja, dus als je de wereld, dat wat je ziet is de wereld. Dus van mijn oog tot ongeveer 3 meter, dat is het stilleven. Van 3 meter tot ongeveer 7 meter, dat is het interieur. En van 7 meter tot voor het oog oneindig is het landschap. Dus die drie genres, die drie groepen, daar werk ik in. En op zo'n manier krijg ik psychisch ook een beetje overzicht op de hele wereld een beetje. Of op mijn eigen wereldje. Nou, het is wel een soort verwondering. Hè? Ik heb een soort verwondering naar de wereld toe. Hè? Ik kijk naar dingen, goh, nee, wat valt het licht toch mooi op de dingen. En die verwondering wil ik wel een beetje, als dat kan, overbrengen naar de mensen. Als dat zou kunnen, dan is dat, als dat lukt, is dat wel heel, heel fijn, aangenaam. De verleiding, dat is eigenlijk je materiaal, je schildermateriaal. Je moet mensen verleiden naar te kijken en dan kan je je boodschap eventueel overbrengen. Maar eerst communiceren. Eerst moeten mensen denken, oh, daar wil ik wel even naar kijken. En dan komt die verwondering die ik dan misschien over wil brengen voor het licht en voor de schaduw. Uit hemelske boord bob op weiden, die hen weer weefden als een witze. En de wilde besten in wonderwitte wolken vol toost op haar een raasden. Ik ben altijd heel erg visueel ingesteld geweest en... Eerst dacht ik van ik wil kinderboekenillustrator worden. Daar had ik toen heel veel mee. Maar er was niet een geschikte illustratieafdeling bij mij in de buurt. Dus toen dacht ik van nou, dan ga ik gewoon de vrije richting in en dan zie ik wel. Yeah. En dat was een hele goede keuze eigenlijk, zonder dat ik het door had. En ik dacht eerst van nou ja, wat stom, ik leer helemaal niks over illustratie. Maar aan de andere kant leerde ik daardoor wel wat er allemaal mogelijk was aan beeldende expressie. Ik maak schilderijen en tekeningen die wel geënt zijn op de dingen die zichtbaar zijn. Maar ik probeer daarmee eigenlijk uitdrukking te geven aan de dingen die juist niet zichtbaar zijn, maar wel voelbaar. Ik probeer iets weer te geven van wat ik om me heen voel en zie. Deze heet Ziel. Ja, dit ontstond eigenlijk bijna per toeval. Soms heb je dat wel eens, dat je iets maakt en opeens dan zie je van, ah, dat heeft iets van een gezicht. Dat moet ik vasthouden. Dus dat gebeurt ook wel eens. Het is niet altijd dat ik iets van een beeld buiten. Het is ook... Het is een wisselwerking van toeval, experiment
een beleving.